Als we op 2019 terugkijken als AJOP, is voor ons een heel belangrijke gebeurtenis geweest. Het feit dat Vattenfall ook de Hollandse Kust 3 en 4 geboekt heeft en in haar orderportefeuille heeft opgenomen. Nadat zij vorig jaar al, in 2018, Hollandse Kust 1 en 2 geboekt hadden. Dat betekent dat ze dus niet alleen dit project uitvoeren, maar zich ook in onze regio gaan vestigen met een eigen onderhoudslocatie. Naar aanleiding daarvan hebben we onze leden dus betrokken bij de ontwikkelingen die er gaande zijn. We hebben een bijeenkomst georganiseerd aan het strand, samen met NWEA en Vattenfall zelf, waarmee we onze leden dus de kans gegeven hebben om kennis te maken met de mensen van Vattenfall. We zijn niet alleen naar beurzen geweest het afgelopen jaar, maar hebben ook hele leuke bijeenkomsten georganiseerd met onze leden gezamenlijk. Leden ontmoeten leden. Daarmee hebben de leden dus de gelegenheid om elkaar te leren kennen en om te zien wat ze doen. Dat geeft, laten we zeggen, ook een onderlinge verbinding. Als AJOP moeten we constant in beweging zijn. Met name ook omdat we, als we onze regio neer willen zetten als dé regio voor offshore wind, en dat willen we, offshore wind en allerlei andere offshore energie gerelateerde zaken zoals olie en gas en allerlei activiteiten die er nog mogen komen, moeten we dus laten zien dat we er zijn en moeten mensen dus weten dat we er zijn. Vandaar ook dat we dus het afgelopen jaar ook extra ingezet hebben op zichtbaarheid. Jullie zullen zeker gemerkt hebben dat we meer zichtbaar zijn op allerlei gremia, zoals LinkedIn, Twitter. Maar daarnaast hebben we ons ook gemanifesteerd op het Havenfestival hier in IJmuiden, waarbij we dus hebben laten zien wat de mogelijkheden zijn in onze branche qua werkzaamheden, maar ook qua innovatie. Mede als gevolg van die activiteiten die ik net al heb benoemd, zijn er dus 9 nieuwe leden bijgekomen. 9 leden die zich ook graag aansluiten bij ons netwerk om gezamenlijk tot, laten we zeggen, hele mooie projecten te komen. Het mooie van deze regio is dat we iets hebben wat we dus absoluut niet zelf in de hand hebben. Dat is namelijk het feit dat voor onze kust zoveel nieuwe ontwikkelingen zullen komen. Er zullen dus heel veel nieuwe windmolenparken komen waarbij wij alle kansen zullen krijgen om onze leden te laten profiteren van die activiteiten. En ik denk dat daarnaast ook het feit dat er nog steeds, laten we zeggen, olie en gas nodig is, dat ook op die markt zullen nog activiteiten plaatsvinden. Onze regio is van groot belang, met name doordat 80% van alle offshore windactiviteiten die er plaats gaan vinden, voor onze kust plaats zullen vinden. Dat betekent heel veel kansen voor onze leden. Maar niet alleen op het gebied van wind, ook op het gebied van olie en gas zullen de kansen zich toenemen. Want olie en gas blijft van belang voor de toekomstige energiebehoeften. Wij zullen ons dus ook met name daar, voor een belangrijk deel, ook op richten om te zorgen dat onze leden die daar actief in zijn, ook hun steentje bij kunnen dragen aan het totaal. Wij verwachten van het lidmaatschap van de AJOP een betere naamsbekendheid binnen de offshore. Waar klanten nu met name met keurwerk bij ons komen, zien wij ook een toename in de nieuwleveringen. En ook daarin kunnen wij de klant voorzien. Onze eerste kennismaking met de AJOP was op de Offshore Energy afgelopen jaar. En het lijkt ons een geweldig idee om daar aankomend jaar bij aan te sluiten en ons te begeven in het netwerk van de AJOP. Onze markt is eigenlijk heel divers. Zo kunnen wij zeggen dat we in elk beursgebouw, concertzaal of theatergebouw aanwezig zijn met onze staalkabels. Alles hangt zo'n beetje aan kabels die wij hier in IJmuiden hebben geproduceerd. Daarnaast doen wij veel in industriedeuren en kassenbouw. En de offshore wind zien wij echt als een grote groeimarkt en daardoor een groot potentieel, ook voor ons. Zijn jullie benieuwd hoe wij 25.000 kabels per week produceren? Kom dan gerust eens langs bij ons in IJmuiden, doen we een bak koffie en dan ga ik het je laten zien. Riebel is een specialist in werk op hoogte. Wij leveren diverse hoogwerkers, waaronder knikhoogwerkers, scharen. Samen met mijn collega Thijs Aardigum zijn wij verantwoordelijk voor de afdeling Industry Solutions. En wij richten ons voornamelijk op de offshore, on- en offshore windindustrie. We zijn sinds vorig jaar lid van de AJOP. Wij zijn lid geworden van de AJOP vanwege het netwerk, onder andere. En ook voor ons de naamsbekendheid wat breder te trekken. Na een groot project in Vlissingen, waar we een jaar gewerkt hebben, zagen wij het belang in van een netwerkevent. En AJOP is daar uitgekomen als eigenlijk de beste uit de klas. Ook vanwege hun netwerk, maar ook de enthousiasme van onder andere Jolanda en Dorothy. Sinds ons lidmaatschap hebben we offshore energy gedaan afgelopen jaar in oktober. Wat voor ons aardig wat relaties heeft opgeleverd. We hebben ook leden ontmoet, leden meegemaakt afgelopen jaar nog.
Voor ons is het interessant, want we komen nieuwe relaties tegen. En recentelijk zijn we in gesprek met enkele leden van de AIOP om te kijken of wij ze kunnen helpen bij het werk op hoogte voor hun projecten en operatie. 2019 is voor ons een jaar geweest waar we veel energie hebben gestoken in het opbouwen van relaties. En uiteraard heeft AIOP daarin bijgedragen. 2020 willen we eigenlijk gebruiken om daarop voor te beduren en onze kennis en ervaring te delen met leden van de AIOP. Met enkele leden binnen de AIOP zijn we aan het kijken ook naar onze machines die we kunnen innoveren om aan te passen voor projecten waar onze leden of de leden van AIOP mee bezig zijn. Ook voor 2020 hebben we onze lidmaatschap weer verlengd en we zien erg uit naar wederom uitermate prettige samenwerking met de AIOP en de leden. Als nieuwe directeur AIOP heb ik ontzettend veel zin in deze uitdaging. Ik kijk ernaar uit om onze leden beter te leren kennen. Wat doen ze precies? Wat zijn hun kansen, uitdagingen? Een aantal van hen ken ik gelukkig al, dus ik hoop op een vliegende start. Samen met de leden wil ik het Amsterdam IJmuiden offshore energie ecosysteem verder ontwikkelen, zodat we nieuwe ladingstromen kunnen aantrekken, nieuwe fondsen voor innovaties en exportbevordering kunnen aanboren, maar ook mensen trekken naar onze sector, zowel jong als oud. Dus ook opleidingen zullen we moeten meenemen. En het aantrekken van nieuwe bedrijven of instellingen, zodat we ons netwerk nog verder kunnen versterken. Kansen voor onze industrie. Als ik kijk naar de wereld om ons heen, dan bieden de energietransitie en digitalisering een enorme potentie voor onze sector. Het biedt ons dé kans om een verschil te maken. Wij kunnen namelijk direct bijdragen aan het realiseren van de ambities uit het energieakkoord. Met onder andere de 5 windparken, waaronder Hollandse Kust. Denk aan de omzet en werkgelegenheid die hiermee gepaard zal gaan. Een andere kans die ik zie is de Averijhaven, die we willen omvormen tot een future-proof energiehaven. Dit kan dé plek worden voor assemblage en onderhoud aan windparken of voor de overslag van nieuwe energievormen, maar ook het ontmantelen van oude olieplatformen. We zullen deze kansrijke regio met elkaar nog beter op de kaart moeten gaan zetten als dé offshore energieregio. AIOP kan de samenwerking tussen partijen intensiveren. Wij kunnen ervoor zorgen dat bedrijven, overheid en kennisinstellingen de zogeheten gouden driehoek als een ecosysteem gaan functioneren. Alleen door samenwerking in de keten komen innovaties tot stand. Denk bijvoorbeeld aan kleine onbemande platforms die wij op afstand kunnen bedienen, waardoor we efficiënter en veiliger kunnen werken. Deze regio biedt het perfecte ecosysteem om de offshore energiemarkten optimaal te bedienen. Over een lengte van slechts 21 kilometer vind je bedrijven van MKB tot multinational, kennisinstellingen van Nova College tot Techport en gemeenten van gemeente Velzen tot Amsterdam. Waar? Hier in de Amsterdam-IJmuiden-regio.